De raad van vakcentrale Suriname Rafaxuur is positief gestemd over de samenstelling van het nieuw tripartiet overleg. Dit zegt Armand Sunder, de Rafaxuur woordvoerder tegen de STVS-redactie. Volgens Sunder heeft het nieuwe orgaan een groter draagvlak gezien de lijnen voor het beïnvloeden van het beleid zijn ingekort. Het nieuwe tripartiet overleg zit aan tot eind december 2024. Op aandringen van vooral het bedrijfsleven heeft de president van het land een tripartiet orgaan. Je zou bijna kunnen zeggen nieuwe stijl, meer invloed geïnstalleerd. Waarom zeg ik meer invloed? Omdat het is op tripartiet basis, dus dat wil zeggen de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid. En de vertegenwoordigers van de overheid zijn geen topambtenaren meer, maar dat zijn ministers. Dus mensen dus die echt beleid maken en die rechtstreeks of direct contact hebben met de president. Van het bedrijfsleven heb je dus ook nu gezien dat de toppers uit het bedrijfsleven, dat die nu in het tripartiet overleg zitten. Je ziet zelfs voorzitters van ASFA, voorzitter van VSB en nog een paar andere mensen in de top van het bedrijfsleven. En bij de vakbeweging zie je dus ook dat de voorzitters van Rafaxuur in het tripartiet overleg zitten, met uitzondering van C47, daar zit de heer Dwarka namens C47. En mocht het zo zijn, stelde de president gisteren, dat er vraagstukken zouden zijn, dan is hij altijd bereid om erbij te komen. Sunder legt uit dat het voorgaand tripartiet overleg een document heeft opgeleverd waarin verschillende aandachtspunten zijn opgenomen. Dit document zal volgens hem de basis gaan vormen voor het nieuw overleg met de nodige aanpassingen en aanvullingen. De Rafaxuur-woordvoerder geeft aan dat onder andere het aanpakken van de inflatie hoog op de agenda staat. De inflatie is een groot vraagstuk. En de inflatie kan je uiteindelijk alleen maar aanpakken door meer import te gaan vervangen en zelf te produceren en meer te exporteren. Meer van wat je exporteert in het land te houden, te investeren en werkgelegenheid te creëren. En dan bekijken, ook regionaal en in de tweede plaats vooral sectoraal te bekijken. En we moeten dus nu ons nieuw licht erop laten schijnen. En ik denk dus dat het een goed en degelijk document gaat worden. Maar belangrijk is wat we altijd zeggen, het resultaat. Geen mooie dingen, maar kijk wat het resultaat is. En kijk ook of je dat resultaat bereikt in de vastgestelde termijn.